Tot en met 17 juli is hier in Mubo Boksel de tentoonstelling te zien, De Historie van S. Omroep Dommeland Nieuwsflits. We staan hier bij de expositie. Ja. Over S. Waarom een expositie met S als onderwerp? Ja, heeft u te maken met de samenvoeging per 1 januari 2021 van S en Boksel. En eigenlijk hadden we vorig jaar die expositie al willen organiseren, maar dat is toen niet doorgegaan vanwege corona. En toen hebben we besloten in overleg met de mensen van S om het dit jaar maar door te laten gaan. Ja. En zeg maar als een soort kennismaking en verbroedering tussen de Essenaren en de Bokselaren. Hoe is de expositie opgebouwd? Nou, centraal staat de kanon van S. Dat is niks anders dan een tijdlijn van prehistorie tot en met heden, verdeeld over 39 onderwerpen, of thema's zou je kunnen zeggen. Dat is achter jou te zien. En dat is hier achter ons te zien. Die is gemaakt door de heren het S van Theo van Doren, Koen Pilot en Henk van Zandbeek. En die thema's kunnen we niet alle 39 uitgebreid exposeren, daar hebben we de ruimte ook niet voor. Dus hebben we dat geclusterd naar 11 thema's. En die 11 thema's die geven wat verdieping aan wat er in de kanon te vinden valt. En waar is S bekend om? Vooral. Ja, ik denk dat aan de vragen die me nou wat mij betreft, als ik het zo heb meegekregen van het bierpompfeest, zou ik bijna zeggen. Dat is elk jaar op Hemelvaartsdag wordt dat gedaan. En dat is een soort feest die de verbroedering tot stand moet brengen, of kennis maken tot stand brengen van de nieuwe inwoners van S met de oude inwoners. Theo, jij doet de rondleidingen. Ja. En jij zegt van, nou, ik wil eigenlijk graag beginnen bij de Romeinse vondsten. Oké. Okay. Dat vind ik het mooiste om daarmee te beginnen, omdat dat ook de oudste vondsten zijn, behalve nog een paar nog oudere urntjes. Maar dit zijn de vondsten die in de 50e jaren op twee plekken in S zijn gedaan. En waar S beroemd om is, zelfs wereldberoemd om is. Omdat er wereldberoemd? Wereldberoemd. Daar zeg je nogal wat, hè? Daar zeg je nogal wat, want er zijn stofjes gevonden. Behalve dat wat er hier dan te zien is aan prachtige schalen en borden en dakpannen. Is er ook een stukje stof gevonden in een van de graven van de rijke dame. En daar was olie aangekomen, waardoor dat stukje stof behouden is gebleven. Dat is niet vergaan. En dat is uniek in de Romeinse vondsten. Okay. In Nederland. Niet alleen in S, maar in heel Nederland. Waar S ook heel trots op is, dat is natuurlijk op het Bacchusbeeldje. Dit is de ware grootte. Het is weliswaar een replica, maar het is wel de ware grootte waarop het gevonden is in een van de graven. En daar staat nu uitvergroot op de bierpomp midden in S. En daar kun je het nog steeds. Waarom is dat zo bijzonder, dit ding? Omdat het een barnstenen beeldje is, wat gevonden is in een van die graven. En dus al 2000 jaar oud is. Okay. Hier ligt een echt missaal. Dit is gevonden in de kerk op de zolder van de pastorie. In 2002, en dit is ook weer een missaal, het zogenaamde Tridentijns missaal, ook uit 1571. En dat lag zomaar op de zolder van de pastorie. Theo, wat is nou het meest markante gebouw in S? Ja, het meest markante gebouw in S is natuurlijk de kerk. De kerk met de toren. De toren dus 15e eeuws. Met de klokken en onderin is daar tegenwoordig een kapel in gevestigd. Maar dit is echt een markant rijksmonument. Kijk, dit is het centrum anno 1830. De kom van het dorp S. Ook weer gemaakt door diezelfde Piet Jansen. Die daarbij weliswaar geholpen is. Oh, dit is echt in die tijd gemaakt, dit ding? Nee, dit is niet. Nee. Nee, dit is in 1986 gemaakt door Piet Jansen. Ook in samenspraak, en dat wil ik zeker ook genoemd hebben, door Anton van den Braak. Want die heeft daar ook heel veel aan bijgedragen. Waarom was Willem Broeders nou zo belangrijk? Willem Broeders was belangrijk omdat hij het geloof bracht, het christelijke geloof bracht. En hij daarmee een lijn naar het goddelijke en een lijn naar de mensen structuur bood. Theo, we kunnen helaas niet alles laten zien, want ja, jij kan zo mooi vertellen over de geschiedenis van S. Ik wil jou daar hartelijk voor bedanken en ja, ik denk dat de mensen maar hier zelf naartoe moeten komen. De S is de glimlach van Brabant.